heren, van harte welkom bij een special van GadgetGear.nl. We staan in de bewolking, want het heeft net, de zon scheen net, maar nu heeft het geregend. Maar we gaan toch barbecue en daarom sta ik hier vandaag met de outdoorchef Chelsea 480C. Het kolenbroertje van de Kensington 480C die u al eerder bij ons gezien heeft. En ik ga u laten zien wat er in de doos zit. Een en ander heb ik al uitgepakt. Het zat zeer goed verpakt. Daarom heb ik het al uitgepakt, want anders zijn we uren bezig met uitpakken. En u wil gewoon zien wat zit er in de doos, wat wordt er geleverd en wat is de kwaliteit. We beginnen aan deze kant, mijn rechterkant, uw linker, met de kuip. De kuip is vrij groot zoals u kunt zien. Daar onderin zitten de ventilatiegaten. En aan de zijkant zitten de houders en de gaten voor de houders en dergelijke. Aan de binnenkant vindt u de steunen voor het roosten. Het geheel is zeer stevig, voelt solide aan. Het is niet overdreven zwaar, maar het voelt wel gewoon stevig aan. Kwalitatief goed, zo zou je het moeten noemen. Soms pakt u wel eens iets uit een doos, voelt aan als heel dun staal. Denkt van tevoren al, kan nooit veel zijn, is het vaak ook niet. Bij dit product zeker geen last van. We zetten hem even op zijn kop. Hier, daaronder hoort uiteraard deze. Die sluit de gaten af en kunt u ze weer mee opendraaien. Zeer mooi uitgevoerd. Hendeltje is van vuurvast plastic, dus het wordt en niet warm en is altijd goed beter pakken. Ziet er keurig uit, komt hier op te zitten. Helemaal goed. Daarbij hoort natuurlijk deze. Er staan op pictogrammen op. Meer lucht, meer vuur. Minder lucht, minder vuur. Ook gelijk geschikt als asbak. Die kunt u door deze ook erbij te gebruiken. De asbak komt onder de barbecue te hangen. En u kunt daardoor het as leeg schudden. En de kolen die dit roostertje liggen, kunt u er weer afpakken. En later eventueel weer gebruiken. De as komt in die bak terecht. Kiept de bak om. Even een doekje doorheen en klaar. Mooi gemaakt, ziet er keurig uit allemaal. Komt hier bovenop, goed gedaan. Bijgevoegd vindt u de thermometer, komt op de deksel te zitten. Mooi uitgevoerd. Hele chique letters en een mooie groene naald. Ik weet niet of u het helemaal goed kunt zien, maar het ziet er echt leuk uit. Modern en stijlvol. Hier hebben we een aantal, maar ik laat er even eentje kort zien. Een anthracietkleurige poot. Ook weer van heel goede kwaliteit. Het schroefgat zit erin verzonken, dat is echt mooi gedaan. De poot voelt stevig aan, solide, twee dubbele schroefgaten, mooi laswerk, is stevig en hoeven we alleen in elkaar te draaien. We hebben net de handleiding die in keurige map geleverd wordt. Ziet er heel chic uit met voorin een logincard voor uw eigen account op Autochef, European Autochef. En daarbij zit gelijk gebruikershandleiding. U ziet hem al langskomen. Het plaatje is zeer duidelijk, 1, 2, 3, 5, 6, alles in elkaar en u kunt barbecuen. Ziet er allemaal keurig uit. Er zit nog meer documentatie bij over het gebruik, hoe u kunt onderhouden. Onderhoud heel simpel. In het seizoen kunt u hem buiten laten staan. Doek eroverheen of zo'n zeil eroverheen. 'S Winters, barbecues, altijd binnen zetten. Anders gaan ze kapot, ze roesten, er komt heel veel vocht in. Binnen zetten is altijd het allerbeste. Een van de allerleukste dingen vind ik van deze barbecue, en het is eigenlijk heel simpel, is deze. Hier zit alle schroefjes, boutjes en moertjes in die u nodig heeft voor de installatie. En het allermooiste daaraan is, ze zijn genummerd met het type, het aantal en het zijn doordrukdoosjes. Dus u pakt de schroefjes die u nodig heeft, de boutjes, de moertjes en u drukt ze er zo uit. En u heeft altijd de schroefjes en boutjes bij de hand. U raakt ze niet kwijt, ze vallen niet op de grond, geen doosjes of waar is dat schroefje nou gebleven. Dit is een uitvinding, zou iedereen moeten doen. Waarom niemand het doet, behalve Autochef, is mijn raadsel. 2. Mooie, stevig plastic wielen voor het frame, keurig voorzien van Autochef, kan niks mis mee, is hard plastic, blijft altijd goed, rolt. Het is geen product gemaakt om lange afstanden te maken, dus dat komt altijd goed. De driehoek voor onderaan het frame, pootjes komen er tegenaan voor extra stabiliteit. Hier tussen komt de opvangbak te hangen, ziet er ook goed uit, dezelfde kleur als de poten. Mooi anthraciet grijs, iets anders dan de barbecue zelf, die is zwart. Dus dat is leuk detail. Hier vindt u nog, en die is echt heel leuk, die komt aan de zijkant van de barbecue, te hangen een houder voor uw gereedschappen. Wordt gewoon vastgeklikt en ziet er keurig uit. Mooi RVS, Autochef, nog een keer het logo, hartstikke leuk gedaan. Ziet er mooi uit. Hier hebben we nog het handvat. Groot, stevig, solide, voelt goed aan. Van plastic, maar van puur vast plastic, dus het wordt ook weer niet hard. Of hard, warm. Het is wel hard, maar het wordt niet warm. En dat is altijd positief, want je vingers branden tijdens barbecue is nooit leuk. En hier hebben we nog voor de bovenkant de afdichter van
de lucht uit. Voor dit ervan kan. Een van de leuke dingen aan deze barbecue is het volgende. We hebben hier het geelrooster. U kent deze geelroosters allemaal, zien er bijna overal hetzelfde uit. Alleen deze heeft een aparte functie. U kunt hem openklappen. Is dat handig? Ja, dat is handig. Kunt u ermee. Een van de andere dingen is kolen bijvullen. Heeft u een lange barbecue sessie? Gooi er wat kolen bij. Heeft u een rooksessie? Kunt u hem even snel open doen. Rookpellets of rookhout erbij doen. En gaan we dicht doen. U hoeft niet het hele rek eraf te halen. En u kunt aan deze kant, aan de andere kant, uw vlees gewoon even laten liggen. Leuk feature. Goed over nagedacht. Laatste wat ik u ga laten zien, behalve de deksel, is deze. U zult denken, wat is dit? Deze komt in uw barbecue te zitten. Het is een vrij simpele metalen plaat. Maar wat doet hij? Hij zorgt ervoor dat u direct en indirect kunt grillen. Ziet u me nog? Ja. Hierboven, hieronder zit uw kolen. Aan deze kant. Hier kunt u direct grillen, hier indirect grillen. Is dat handig? Ja, dat is super handig. Is er over nagedacht? Ja, daar is over nagedacht. Wat is het grootste probleem vaak met barbecue? U pakt wat speklapjes, u gooit ze erop. Vet druipt, groot vuur, het wordt steeds heter, alles verbrandt. Het wordt één grote zwarte speklapbende. En ondertussen liggen uw hamburgers er ook naast te pruttelen. U kunt de speklapjes hierboven leggen. En door de indirecte hitte en het vet wat hier opdrukt en naar binnen loopt, in de opvangbak, heeft u daar geen last van. Dat is echt over nagedacht. Low en slow grillen, indirect grillen, alles kan met deze barbecue. Door deze feature, die eigenlijk niemand heeft verder. Maar er komen wel steeds meer barbecues die een soortgelijk systeem kennen. Verder hebben we nog de deksel. Spreekt redelijk voor zich. Leuk om te zien is het mooie logo van AutoChef. Wij gaan hem gauw in elkaar zetten. Verwacht gezien de handleiding en de mooie schroefjes en dergelijke dat het een fluitje van een cent is. En daarna zullen we u voorzien van wat mooie informatie over het barbecue zelf. Tot de volgende keer. Dit was GadgetGear.nl.